Wij als partij hebben ons dus tussentijds inderdaad ook gemengd in deze kwestie. Maar dat is uitdrukkelijk op afroep van landbouwers. Die ons gevraagd hebben van, hey, ja, Kuchkar, Kuchbol, help ons. Dat hebben wij gedaan. En we hebben ook, bij vorig seizoen, wij waren de eerste om duidelijk te maken dat wat in Suriname werd geboden, 70 SED of 65 SED, niet kon. Terwijl in Guyana dus 110 tot 115 SED werd geboden. Hetzelfde verhaal doet zich weer voor. De boeren hebben uitgerekend dat het rond de 83 SED moet zijn. Dan komt een reisorgaan en die zegt nee, maar het moet 72 zijn. Wij van de Nikeri Volkspartij, wij wijzen er nogmaals op dat de boeren degene zijn die de prijs bepalen. Als ze een calculatie hebben gemaakt en daar hebben ze deskundigen bij gehaald. Ze hebben een petitie duidelijk gemaakt van kijk, dit zijn de kosten, dit zijn de opbrengsten en dit is de winstmarge. Ze hebben een bedrag genoemd. Dan komt een reisorgaan. We weten niet op basis waarvan dat reisorgaan is ingesteld. Het is een mondeling iets van meneer Sital, Badrissen Sital, u bent reisorgaan. U bent reiscoördinator of er is een document daarover. We willen dat graag weten. Maar dan komt meneer Badrissen Sital en wij Nikerianen, wij NVP horen daarvan. We zeggen altijd, het is een fotomaan. En ik kom zeggen, nee, maar asano deso. Wij denken dat u maar 72 moet krijgen. En dan rekent de man een winstmarge van 15%. Belachelijker kan het niet. Omdat in alle andere sectoren in de economie minstens 20 tot 25% wordt uitgerekend. Dan komt Badrissen Sital uit de quota. En die zegt, nee, maar we doen 15% maar. Kan niet. Onmogelijk. Wij zeggen, nomek fotoman kombelazeru moro Nikeri Volkspartij. Bailong, aapke chahi jane ke u abwa hoop nomo ekke chij aaplong ke isait hoop hai ki jan Nikeri Janta Party, Nikeri Falls Party tagat me ai tab fotomana ai tulong ke sikhawe ki kaise tu price bereken kar, kaise tu wens bereken kar. Wij zeggen uitdrukkelijk dat die Nikermang weprana alisi, wij kennen de kosten, wij bepalen de prijzen. En nogmaals, alle andere sectoren naar 20, 25% winst. Dat jouw landbouwer, jij moet maar 15% berekenen. Fotomang ook al leg hoe uit. Fotomang basi akong bano. Als meneer Sital zegt dat niemand zich aan die prijs hoeft te houden, dan moet Sital, meneer Sital gewoon niks zeggen. Wat is het nut daarvan als je een adviesprijs berekent waarvan je zegt, ja maar, noa manaf, hoor ze even aan de prijs. Dat je nou man, dan ben je gek. Adviesprijs wil zeggen dat er een bepaald marge is, een bepaalde aanduiding is, dat ongeveer in die richting die prijs moet gaan. En u ziet al, de boeren zijn van 75, de opkopers zijn van 75, nu gedaald naar 70. En de boeren hebben ook laten weten, het is de schuld van Badrissen Sital en het reisorgaan. Waarvan ze denken dat de president dat zo spoedig mogelijk moet liquideren. Dat reisorgaan heeft geen enkel recht van bestaan. Stadsjongens, bureaucraten die daar op LVV zitten, die zeggen, no, jullie berekenen te veel. Wij zeggen 72 SD, terwijl hier inclusief winstmarge wordt gezegd 92, denk ik, 92 SD. Kan niet, absoluut onzin. Nogmaals, fotoman. No mag kon leggen niks morodja uit.